Ik ben Leontien van der Molen, adviseur watersysteem bij Waterschap Vechtstromen. En ik houd me bezig met de waterkwaliteit en zwemwater. Waterschap Vechtstromen heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor het onttrekken van water voor vijvers binnen de bebouwde kom. We staan nu bij zo'n vijver. Bij zulke vijvers is vrijwel geen aanvoer van water, alleen via neerslag. Daardoor is het eigenlijk al vrij ondiep. Als er dan ook nog water wordt onttrokken, wordt het water eigenlijk alleen maar ondieper, waardoor het snel opwarmt. En daardoor kan je weer problemen krijgen met het zuurstofgehalte in het water. Want warm water bevat minder zuurstof dan koud water. Bovendien treden veel sneller problemen op met botulisme. Een ziekte van Well kan voorkomen. In warm water zien we ook dat de blauwalgen veel sneller tot ontwikkeling komen. En dat kan leiden tot grote drijflagen op het water. Nou, dat is natuurlijk weer gevaarlijk als je je hond laat zwemmen of je gaat zelf in zo'n vijver zwemmen. En je zwemt door zo'n drijflaag heen. Die kunnen hele hoge gehalte aan toxines bevatten, waardoor je ziek kan worden. En wat ook veel bij dit soort vijvers gebeurt, is dat de eenden gevoerd worden. We raden dat af. Het zijn allemaal extra voedingsstoffen in het water die er weer voor kunnen zorgen dat de blauwalgen tot ontwikkeling komen. En daarnaast trekt het ook ratten aan. Nou, ratten die kunnen besmet zijn met leptospirose. Dat is een bacterie die de ziekte van Well veroorzaakt. Het is belangrijk dat de kadavers gemeld worden, zodat we die kunnen opruimen. Die kadavers die kunnen besmet zijn met botulisme. Er zitten larven in, die eten van het kadaver, maar die krijgen daarmee ook die toxines binnen. En die larven worden weer gegeten door andere watervogels of honden. Op die manier raken die ook besmet. Dus zo houdt het zich zeg maar in stand en raken steeds meer dieren besmet. Dus daarom is het belangrijk dat we die snel weghalen.